Burgerraad, burgerpanel, burgerforum, burgerburaad. zijn allemaal woorden voor hetzelfde. Kortom, het gaat over een representatieve groep burgers die in gesprek gaat over een bepaald thema en dan vervolgens met een advies komt. En dan zou het kunnen gaan over zaken als energieafhankelijkheid, woningnood, kansenongelijkheid, jeugdzorg, veiligheid, digitale veiligheid, nou van alles en nog wat. Pittige, maar ook belangrijke onderwerpen waarbij de gemeenteraad wel wat advies van burgers kan gebruiken. En ik ga erover praten met twee gemeenteraadsleden. Eva Brussard van Volg en Sivan Marouf van D66. Welkom beiden in Delft Centraal. Tijdens verkiezingscampagnes spreek ik heel veel lokale politici. En een van de zaken waar ze het allemaal over hebben. is dat persoonlijk contact met bewoners belangrijk is. En dat lokale democratie belangrijk is. En dat de zeggenschap van de burgers aandacht verdient, hoor ik van iedereen. Is een burgerraad een hele goede mogelijkheid om dat allemaal in één keer te bereiken, Eva? Ik denk dat dat een heel goed uh, middel is, of in ieder geval dat dat de, ja, de lokale democratie kan versterken. Dat het heel goed is als we ja, als raad ook meer gaan experimenteren en ook met andere vormen van democratie, dat we die erbij mengen. Als dat waarom? Omdat we zien gewoon dat de afgelopen jaren de opkomst bij de verkiezingen erg geraakt is, laag is dat bij bepaalde onderwerpen we er als politiek eigenlijk niet uitkomen. Een van die onderwerpen is uh, de vuurwerk rondom de jaarwisseling. Ja. Daar hebben we het dus vorige week in de raad weer uh, ja. over gehad. En, daar en helemaal geen in, advies uh, van de burgers nodig, hè? Nee, dat nee. is eigenlijk wel de, wat ik terugkreeg uit de ja, raad. Even, dat, we, dat, ik, ja. dat mensen toch vonden van, nou, we moeten hier nu snel op kiezen. En uh, dat is dan belangrijker dan de participatie over. Nou, dat vond Volt uh, niet... Dus daarom hadden wij voorgesteld, nou ja, als politiek komen we er steeds niet uit. Er sowieso twijfelen heel veel partijen aan dat er een probleem is. Uh, ja, dat, dat is dus best wel tegenstellend inderdaad. Sommigen zeggen, nou het gaat, er uh, is dus helemaal geen probleem. Uh, mensen kunnen zelf heel goed invullen hoe ze die jaarwisseling willen doen. En anderen zeggen, nou, uh, milieuschade, menselijke schade. Yeah. Elk kind dat een oog verliest, dat is er één te veel. Dus dat is heel erg... En elk voorstel, eigenlijk, wat er in de raad komt, de afgelopen wordt. Nou, dan noem je een heleboel argumenten ja. waarom, waarom het belangrijk is om goed om te gaan met vuurwerk. Uh, en dat is ook zo. Maar de burgerraad, uh, D66, een groot voorstander van de burgerraad, neem ik aan. Een burgerraad kan een middel zijn om um, tegenstellingen in kaart te brengen. En uh, Eva noemt een mooi voorbeeld over vuurwerk. En zo zijn er veel meer onderwerpen die in de stad. Uh, spelen, waarbij het als gemeenteraad heel belangrijk is om te horen van waar zitten nou de verschillen, zodat we dat kunnen overbruggen en tot een compromis of juist tot een harde keuze kunnen komen. En uh, ik blijf bij ja, bu uh, burgerbraad is een hele belangrijke en is een middel. Het is een instrumentarium in een heleboel, want elke doel. En uh, elke doelgroep heeft een eigen vorm van participatie nodig. Ja. En dan maar gaan we terug, zo verder. Ter, even terug naar de vuurwerk. Hè? D66 was voor burgerberaad bij het vuurwerk? Bij uh, vuurwerk hebben we gezegd: van burgerberaad zou je kunnen overwegen om dat te doen. En daar zouden we nog uh, verder over kunnen praten: van hoe organiseer je dat bij elkaar. Dat, dat is een prima gesprek wat we kunnen voeren. Tegelijkertijd zien we ook dat er enorm veel enquêtes zijn uh, uitgevoerd. dat er... Opiniepanels zijn geweest ja. over verschillende uitkomsten en dan zie je dat er tegenstellingen blijven. Er zijn mensen die zeggen, ja. ik vind het maar, heel maar, belangrijk om vuurwerk uh, af te kunnen blijven steken, het wordt bij jaar. Um, maar de vraag is bijvoorbeeld nooit voor... Maar opgeleg. even terug naar, kan, naar ja. de burgerberaad, was en, dat nou ja of nee? En ja, want dat zou bijvoorbeeld door middel van een burgerberaad kunnen. Dat je zegt van, moeten we iets uh, organiseren waardoor mensen niet de behoefte of minder behoefte voelen om vuurwerk af te steken. Bijvoorbeeld een vuurwerkshow of een... Dergelijke oplossingen. Maar waarom daarbij? is dat dan niet gekomen met dat vuurwerk, dat burgerberaan? Waarom is dat dan niet doorgegaan? Om, omdat we met elkaar op dit moment hebben gezegd van. We hebben nu een burgerbraad zou je willen organiseren om die uitkomsten te beïnvloeden. Maar we hebben eigenlijk nooit met elkaar gesproken over wat zou je dan de burger moeten... Wat je, welke vraag zou je de burger moeten voorleggen? Ja, ja. Of je zou moeten beslissen, en daar zouden we nog meer voor zijn. Ik denk dat het een nog zuivere vorm van participatie is. Dat je vooraf een groep mensen vraagt van wat zijn de opties die we voor een definitieve beslissing zouden moeten kunnen voorleggen. Ja. En, ja, dus met andere woorden, in dit geval vond ja. je het geen goed idee, omdat ja. het, uh, de, de vraagstelling niet goed was. Ja, ja, uh, dat, omdat... Wat, als ik er even ja, tussenin. Zeker. Want uh, er was ook nog een andere motie over uh, vuurwerk. En die is uiteindelijk wel met een meerderheid aangenomen. Ja. En waar wij eigenlijk het, in het debat heel erg op tegen waren en waarom wij uh, dat burgerberaad zo belangrijk is. Onze, de vraag die wij wilden voorleggen in dat burgerberaad, dat moet een open vraag zijn. Want je wil dat er een dialoog komt. En wij zeiden, als je nu al met als raad zegt, wij willen sowieso een verbod op. Uh, op een vuurwerk, dan is die vraag die je aan de inwoners voorlegt, niet meer zo heel erg open over hoe zij de toekomstige jaarwisselingen willen voeren. Dus nee. ik vond de motie die er ook was, ook al heb ik zelf misschien minder met vuurwerk, dan eerst uitroepen, uh, oproepen op een verbod en vervolgens met de inwoners in gesprek gaan over hoe kunnen we dan uh, minder vuurwerk met elkaar afsteken. Dat vond ik geen goed signaal naar de inwoners. Want geef je hen dan het idee dat ze inderdaad invloed hebben op het besluitvormingsproces van de raad, als we al. Gekozen. Ja, het is een advies natuurlijk. Ja, een burgerberaad komt met een advies aan, aan, aan het bestuur, aan het gemeentebestuur, aan, aan de gemeenteraad, de mensen die de beslissingen nemen. En die kunnen dat advies natuurlijk ook naast zich neerleggen. Dat ja, moet dat... je bij een burgerberater wel even bijmelden, natuurlijk. Van mensen, jullie gaan nu erover praten, ja. maar je maakt niet de beslissing. Nee, en bij dit was de, uh, de raad er dus eigenlijk voor, in ieder geval een meerderheid, uh, om al een keuze te maken in hoe we erin staan. Ja, ja dat vond, vonden wij niet uh, het oh, het open gesprek of het dialoog wat je in een burgerberaad wil faciliteren. Van inwoners gaan met elkaar praten over: ja, is het een probleem? Hoe zou je toekomstige jaarwisselingen dan wel willen doen met elkaar? Um, ja, ja, en dat, dat kreeg ik eigenlijk niet terug. En eigenlijk de vraag: wat had, voor soort onderwerpen zouden er dan in passen ja. in zo'n burgerberaad? Waar, waar ik uh, heel veel kansen voor zie, is uh, bijvoorbeeld om het versterken van kansengelijkheid. Als we kijken naar, dus onderzoek gedaan, hoeveel mensen in de Delft-West, dus, uh, Tandhof-West, Buitenhof en Voorhof. Daar hebben vier op de tien mensen een betaalde baan, dus zes op tien niet. Ja. En daar gaan we binnenkort spreken over ruimtelijke economische visie. Nou, waar het op neerkomt, is hoe krijgen we betaalbare bedrijfsruimte in Delft. Waar gaan we dat neerzetten? En wat zou er, uh, hoeveel ruimte zou daarvoor moeten komen? Zo'n burgerraad zou dan een middel kunnen zijn om de mensen te vragen: van geef nou advies over wat voor soort werk bij jullie in de wijk. Past wat zijn nou winkels of ondernemingen, retailzaken, wat jullie hier missen, zodat er lokale werkgelegenheid kan creëren. En daar kom je eigenlijk als gemeente alleen achter. door het mensen te vragen die het beste weten, de mensen die daar wonen. Dus ja. als u mij vraagt van wat is een onderwerp wat daarvoor heel erg geschikt is, ik denk dat gaat, en voor D66 is het heel belangrijk: het creëren van uh, wer werkgelegenheid, het ondersteunen van lokaal ondernemerschap. En zou dat een onderwerp zijn waarvan wij zeggen: richting die ruimte economische visie, zou je en burgerad of noem een ander soort participatietraject, om op te halen wat is nou de behoefte in de wijk en hoe, wij, hoe kunnen wij lokaal ondernemerschap faciliteren in de stad. Ja, maar de vraag die ik natuurlijk ook vorige week uh, stelde eigenlijk aan de raad, dat is eigenlijk de vraag achter de vraag van ja. willen we een burgerberaad over uh, de jaarwisseling, is wat is... Deze, dit type uh, burgerparticipatie dan de, de, het college of uh, ons als raad waard. Wat mag het kosten? Ja, het Want kost burgerberaad wel wat, hè, ja. is echt heel duur. Nou, dat ja. was ook de reactie van de burgemeester. Ja. Wij zeiden of nou, rondom de jaarwisseling, daar oh, zijn de inwoners geldt, we ook, al ja. goed uh, over geïnformeerd. Dus wij dachten, hier kan een sober burgerberaad ook wel bij. Ja. Maar voor grote thema's, zoals wat uh, Sivan uh, voorstelt, ja, dat, dat kost wel wat. En dat was ook de vraag die ik teruggelegd En daar kreeg ik eigenlijk van niemand een reactie op. er is eigenlijk ook in geen apart budget voor democratische vernieuwing. Is dat waar inderdaad. we moeten beginnen? Laten we nou eens kijken of we vast kunnen stellen per jaar dat er in ieder geval een minimaal bedrag is voor een burgerberaad? Nou, wel voor inderdaad om die burgerparticipatie veel meer te faciliteren. Want wat ik echt vind, is eigenlijk elke keer als wij vragen uh, als partij van, uh, hoe zit het dan met die participatie? En dan zeggen ze, ja, nou, de, de participatie, dat is altijd onderdeel van het project. Nou, we hebben al technische, of de ChristenUnie heeft ook daar technische vragen over gesteld. Ja. We weten helemaal niet hoeveel, uh, hoe groot dat deel van de participatie onderdeel is van dat traject. Misschien is er nog maar een klein potje over. Kan je eigenlijk alleen maar een informatieavond organiseren. Ook is voor ons als raad vaak niet transparant... hoe de participatie heeft plaatsgevonden. Um, soms vraag je na en dan blijkt er alleen... een uh, informerende brief geweest te zijn. Nou ja, daar zou ik als raad veel meer kaders op... Sowieso ja. over willen En Informerende stellen. brieven van, van, andere, van andere fasen natuurlijk. Ja, dat van, is niet waar wij aan nee, denken bijvoorbeeld. Nee, nou, daar komen wij ook soms als uh, als uh, partij te laat. Maar laten is dat misschien van een goede methode om eens te beginnen met te zeggen, nou we gaan besprekingen daarover hebben begonnen, is vaststellen wat het ons waard is. Um, en tegelijkertijd welk doel we willen dienen. Want Eva noemt nu een voorbeeld. Het zich nee, maar heel je kunt beginnen ja. met het geld. Ja. En ja. dat doel Oeh. komt dan daarna natuurlijk. Ik zeg, als ik ah, vier, ton uitgeef, ja. Ja, vier ton per jaar ja. uitgeef. Vier ton per jaar noem maar iets voor. Ja, hoor. Uh, vier ton per jaar uitgeef, dan ga je met elkaar nog bepalen van. Gaan we het nou hebben over uh, asielbeleid, of over uh, nou ja, veiligheid, of over een breder fietspad? Nou, noem maar ja. op. Um, omdat het, het is een terechte vraag. En als uh, vanuit uh, D6 zeggen we, het is gemeenschapsgeld, dus je moet ja. er goed mee omgaan. Dus het is denk ik beter om vooraf doelen te, uh, te, te vast te leggen wat je wil bereiken door het uitgeven van een budget ja, voor maar... participatie. En dan uh, als ik erop op door mag gaan. Uh, Burgerbraad is één van de honderd vormen van participatie. Ja. 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 En wij vinden dat je breder zou moeten kijken met zo'n initiatief, bijvoorbeeld van Torbeck 2024. Die hebben we ook uh, voor de coalitieonderhandelingen, handreiking van VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja. Die hebben een pamflet uh, richting alle gemeenten gestuurd voor de coalitieonderhandelingen over wat zijn mogelijke manieren om het vertrouwen. Van de burger in de overheid terst, uh, te verbeteren. Ja. Hoe zou je mensen kunnen betrekken bij lokale processen op wijkniveau, op stadsniveau? En wij hebben eigenlijk als gemeenteraad, en dus VOLT dient, uh, diende een motie in, wat direct richting een oplossingsrichting zou gaan. maar zonder dat wij met elkaar het gesprek hebben gevoerd. wat zijn nou verschillende trajecten en welke doelen dienen dit? Zoals ik uh, net noemde in Delft-West dat het voorbeeld over kansgelijkheid. Ja. Soms is het uitgeven, dus daar zijn we hartstikke voor. Als je zegt van wij gaan een burgerberaad of een ander participatietraject starten. Vaak zijn de uitkomsten daarvan, of het geld uh, wat het de gemeente bespaart in allerlei andere vormen, doordat je werkgelegenheid creëert, ja. doordat je vrijwilligersorganisaties uh, nog sterker ondersteunt, dat zijn uitkomsten die een doel enorm dienen. En daar zouden we eigenlijk over moeten praten, van hoe zetten we de burger veel meer in de gelegenheid om... Uh, 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 invloed uit te oefenen op lokale besluiten die wij dan in de gemeenteraad ja. nemen. Nou, en, ik, ja. ik begrijp wat je bedoelt, maar als je het omdraait. Kijk, en nu heb je dus bij elke discussie. begin je eerst over wat gaat het kosten. En als je dan van tevoren gezegd hebt van. dit hebben we ervoor over. hoeft niet uit te geven elk jaar. maar dit hebben we, dit kunnen we toepassen. dan hoef je bij een discussie over. of dat je het gaat doen met een burgberaad. dat stukje over te slaan. Ja. Want dat geld en, heb je dan geparkeerd. Ja. En dan, dat, dus als ik daarop uh, in mag gaan, is. Uh, uh, dat zou op zichzelf. Uh, zou dat. Nou, ik had net uh, geformuleerd ja. als eerste doelen en dan ja. omdat het gaat om gemeenschapsval. Wat je dan zou moeten doen, en dat zou ik uh, voltoo op toe to oproepen. En dat zouden we ook eigenlijk samen kunnen doen. Is bekijken hoe budgetten in verschillende participatietrajecten, of nou bij stedelijke ontwikkeling of andere zit, verweven al in het projectgeld wat daarvoor is bestemd. Dus het is er. Er, er worden tonnen en tonnen uh, geld uitgegeven aan participatietrajecten. Ja. Maar zoals Eva net aangaf, en dat is heel terecht, het zit verweven in verschillende projecten. Dus is het minder zichtbaar wat we nee, ergens. Is dat direct de methode Eva, dat je dat geld eerst even gaat kijken waar al die labeltjes aan hangen. en dan kijken of je er een aantal bij elkaar kunt vegen? Ja, dat hebben we inderdaad al een paar keer opgevraagd. Dat is best wel lastig. En wat ik er ook, uh, ik, ik snap het wel, van, we kunnen het geld maar één keer uitgeven. En we, nou, we hebben, zeker vanuit de coalitie, snap ik, we hebben al een aantal doelen vastgesteld. Dus dat is wat we willen bereiken. Ja. Maar eigenlijk wil ik met dat, uh, die, ja, die middelen voor participatie veel meer mogelijk maken. Dat ook inwoners, uh, dat we ja echt de uh, lokale democratie gaan vernieuwen. Juist omdat één keer in de vier jaar stemmen, nou mensen zijn kritisch geworden, willen ja. het niet eens in de vier jaar uh, hun stem uitbrengen en voelen zich dan vertegenwoordigd. Dat blijkt ook uit de lage opkomstpercentages ja. op ja. En dan is het, mag maar je maar vraag dat, dat lage oppercentage, ja. ja, op en, en de mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd, dat heeft nog niet zozeer te maken met het feit, want dat merk je dan bij die gemeenteraadsverkiezingen, zozeer te maken met het feit, met het onderwerp, als wel met het feit, dat heel veel Delftenaars zeggen. Dat interesseert me helemaal niet. Ik vertrouw ze niet eens. Nee, Wat ze met mijn stem vertrouwen... gaan doen, dat vertrouw ik helemaal niet. Dus die draaien hun rug toe. Hoe ga je nou een burgerberaad organiseren? met gemotiveerde mensen. Die toch ook nog een, een, zeg maar, een, een, een vertegenwoordigend niveau hebben. Als dus ik en zeg. Ja, ik heb niet alleen die mensen uitgekozen waarvan ik van tevoren al weet dat die erbij betrokken zijn. Ja, nee, vertrouwen is inderdaad het belangrijkste in een de democratie. Daar moet je er ook constant aan werken. En ik ja. vind dat we dat in. Ja, in Delft gewoon de afgelopen jaren. We zijn er echt wel mee bezig, ook als raad. We hebben er dus ook nu beeldvormende avonden over gehad. En dan gaat het ook over welke waarden vinden we nou van belangrijk. En dan, ja, dat is eigenlijk waarom ik ook van had voorgesteld om uit te nodigen. Omdat ik daarin toch wel een verschil te zag tussen Volt en D66. Wat vind je de belangrijkste waarden rondom... Uh, uh, ja, die, uh, als je het gaat hebben over het vernieuwen ja. van de democratie. En wij vinden het dus heel belangrijk dat inwoners veel meer met elkaar over gaan praten. Ja, daar moet je ze ook de middelen voor geven, zodat ze zich ook... Kunnen laten informeren dat ze er vertrouwen in hebben dat ze ook invloed hebben als ze mee gaan praten. Ja. Wat ze dus eigenlijk zegt, is: als je het vertrouwen wil herstellen, dan moet je van tevoren tegen de Delftaren zeggen van waar het over gaat, weet ik nog niet. Maar dit hebben wij beschikbaar. We gaan naar je luisteren. Als het nodig is, hoeven we daar niet meer over te discussiëren. We hebben een pot, daar gaan we iets uithalen. Ja. Zou dat niet het vertrouwen in één keer een boost geven te zeggen: oh ja, ze hebben geluisterd, ze gaan het doen. Ik zou niet kunnen weerleggen of onderbouwen waarom dat uh, wel of niet dus, uh, zou zijn. En, uh, want uh, wat, wat er nu gebeurt is dat uh, de lage opkomstpercentage ja. wordt gekoppeld aan een burgerbraad. Dat dat als oplossing zou dienen voor een, uh, dat meer mensen gaan stemmen. Als je kijkt naar een tweede van de mensen is niet, uh, voelt zich niet, of, uh, voelt niet de behoefte om op te komen dagen om te stemmen op een van de partijen. Ja. Dat is een enorm probleem. Ja. En dan is de vraag: of als je vier. Ze voelen vrienden... zich niet vertegenwoordigd door die gemeenteraad? En dat is een enorm probleem. Ja. Um, en dan kun je, je afvragen: van, hoe komt dat? dat? Dat is zo gelaagd dat ga je niet door een burgerbraad oplossen. Een burgerbraad is, vinden wij bij D66 veel meer dienend. Voor als je wil komen ophalen wat een initiatief vanuit de stad je zou kunnen faciliteren. En waar we bijvoorbeeld ook meer zouden over moeten praten, en daar kunnen we burgers heel goed bij betrekken. Is dat we als gemeenteraad zeggen. Van, uh, of neerleggen van dit zijn nou de topprioriteiten van de gemeenteraad. Ja. We hebben een beperkt uh, budget natuurlijk, als gemeenteraad, om uit te geven aan allerlei initiatieven in de stad. Ja. Wat vinden jullie belangrijk? En um, ik zou Vol daartoe ook oproepen om te kijken meer naar de prioritering van wat vinden burgers in de stad uh, belangrijk? Nee, je zegt maar, net, en uh, Elske mag afmaken vanuit de wijken. Nou, belangrijk, wat zijn de grootste problemen daar? En dat zou je daarop participatie kunnen organiseren. Maar een burgerberaad vernauwt een discussie heel erg tot één onderwerp. Terwijl wij bij d 6 denken juist: je moet breder in de stad gaan kijken en ophalen wat de prioriteiten zouden moeten zijn. Ja, in de stad zoals werkgelegenheid, zoals kansengelijkheid, zoals tegengaan verarmoede. Ja, nou ja, goed, dat ja. is een argument. Wat, wat vind je daarvan? Nou ja, wat ik, waar ik eigenlijk naartoe is, is dus dat we een bepaald budget hebben gewoon om burgerparticipatie. En dan is het inderdaad. Ja. Participatie dat is altijd maatwerk. En inderdaad, je kan niet altijd zeggen, dan is burgerberaad de beste oplossing. Wat ik wel nu hoor van Sivan is dat hij zegt van kijk naar wat wij prioriteren als raad. Uh, en daar willen we dan dingen over organiseren. Ik denk dat dat dus te weinig is. En je zou eigenlijk. Dus je, je, je moet echt vragen ver... wat de priorite of ze het eens zijn met de prioriteiten en wat voor rangorde zij zouden schikken. Ja, nee, ik denk maar wie dat... bedoel je dan precies met zij? Ja, dat zou je dus uh, aan de uh, nou, wijk-specifieke problemen. Zoals ik zei ja. over het creëren van werkgelegenheid, wat we ontzettend belangrijk vinden. Of stimuleren van lokaal ondernemerschap. Is dat je in Delft-West um, komt met: oké, okay, beste mensen, wij willen bedrijfsruimte hier, betaalba de, betaalbare bedrijfsruimte hier organiseren. Wat is nou een lijstje wat jullie zouden aandragen aan. Um, werkgelegenheid waar mensen in de wijk direct iets aan hebben. Is het nou een kapperszaak, is het een kruidenier, is het een bakker? Hoe kunnen we bijdragen aan bredere groei, wat zich op meerdere vlakken, kansgelijkheid, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het opbouwen van cv, wat draagt daar aan daaraan bij en hoe kunnen we, kunnen we dat faciliteren? Maar het begint wel bij dat wij als gemeenteraad met elkaar uh, problemen, problemen constateren en dat vervolgens dus onderbouwt bij de neerleggen. Wat zijn de problemen die wij zien? Ja. En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen die jullie hebben? En daar kunnen we elkaar tegemoet komen. Ja, mijn kritiek juist een beetje op de Delftse. We hebben in de Delft Delftse Delfts doen, dat is de Delftse participatie aanpak. En ik, die staat heel erg duidelijk in het teken van uh, dit gaat helpen bij vlotte besluitvorming en draagvlak. Ik vind dat nou juist niet de belangrijkste dingen aan, aan burgerparticipatie. Dat hoeft, wat mij te betreft, niet te gaan om vlotte besluitvorming. Het gaat erover dat je inderdaad. Uh, het gaat meer om het invloed ja. op uit te kunnen oefenen. Je wilt die burger meer kans geven gewoon. Ja, je wilt hem eigenlijk meer uh, ja, participatiegelijkheid geven in, in het agenderen van de dingen die belangrijk zijn. En nu is het, het heel vaak, is dat eigenlijk ondergeschikt aan het feit dat we gewoon eigenlijk draagvlak voor willen hebben voor beleid dat we al hebben ja. bedacht. Maar en... ik, hoor, ik hoor van Eva niet brengen... Ja, maar dat is wel een punt. Ja. Wat ze zegt, je zoekt naar draagvlak voor beleid ja. wat je al bedacht hebt. Absoluut. Niet alleen al uh, bedacht hebt, maar is... ook nog niet over hebt besloten. Dus dan is het belangrijk voordat je het besluit neemt om dat op te halen. Maar wat ik bij Eva heel erg hoor is dat de discussie heel erg richting een burgerberaad gaat als dé oplossing voor het herstellen van democratie. Terwijl ik denk, ja, Volt, Volt kijkt in verschillende Europese steden van wat zijn best practices. Best, nou ja? Maar dat is niet lokaal. Delft heeft een eigen karakter, heeft eigen mensen, heeft een eigen dynamiek. En daar zou je veel meer op maatwerk op kunnen uh, uh, organiseren dan bijvoorbeeld zo'n burgerbraad gaat op loting. Ja, maar Als jullie ik... zijn het best wel met elkaar eens. Jullie willen allebei invloed hebben voor de burger. De vraag is alleen: waar zit het startpunt? En mijn argument zou zijn, zeg nou tegen die ja. kiezers, jullie hebben nou gekozen, we hebben nu een nieuwe gemeenteraad, we gaan het weer een aantal jaren voor jullie. Zo goed mogelijk doen, maar we garanderen je, als het nodig is, komen we bij je en dan mag je meepraten. En daar hebben we al een potje voor. Ja. En als je het andersom doet, ja, dan krijg je dus ja, dat je eerst het onderwerp en dan ben ik bang dat die kegier al lang weer weggedwaald is. Ben je daar niet bang voor dan? Uh, nee, helemaal niet. Want ik denk dat als je goed, tot goede besluiting, besluitvorming wil komen, dat je van tevoren. Want daar zijn we ook we, daar we ook ambtenaarijen voor. Hè? Zij maken een probleemanalyse. Zij gaan uit, op onderzoek uit, zodat er ook een gespreksonderwerp is om te starten. Want als je problemen voorlegt, kunnen mensen. of, uh, um, of als je doelstellingen voorlegt, kunnen mensen er ook. Voor kiezen om het niet mee eens te zijn. Dus wat het belangrijkste is, wat wij moeten doen, is een gesprek op gang brengen. En dan vervolgens de input vanuit de inwoners, de lokale problematiek die wordt beschreven, meenemen in de besluitvorming. Maar als je zegt: van jongens, we hebben een potje geld voor jullie beschikbaar gemaakt, dan zou je vaker discussie krijgen van... oké, okay, is dat uh, potje toereikend of niet? Dat ga je dan weer volgend jaar of het jaar daarop evalueren. Ik denk dat dat nee, maar... veel meer ja, een wat bureaucratische wat... monster creëert dan dat je. Met elkaar in gesprek gaat over wat wordt de prioritering, of wat zijn nou de problemen. En wat is een middel, dus welk democratisch sterke middel, is dat uh, is geschikt om tot een tot goede besluitvorming te komen waar iedereen iets aan heeft. Ja, wat in ieder geval vanuit Volt landelijk, en dat wil ik dan ook nog even in de discussie brengen, is eigenlijk zegt Volt, we zouden eigenlijk toe moeten naar een permanent burgerberaad. Dus niet dat je eens. In, voor een bepaald thema een burgerberaad. Eigenlijk wil je iets gaan toevoegen aan de, aan de representatieve democratie zoals we die nu al hebben. Ja. Omdat te weinig mensen zich nog vertegenwoordigd voelen ja, door de Raad. De Raad lukt het ook niet om altijd alles op te halen. Je ziet dat wij heel vaak alleen uh, ook ja, vooral reageren nou, op de. Nou, nou, dat is wel een punt, maar nu kom ik weer bij, uh, uh, bij Sivan. Want Delft is natuurlijk heel anders dan Parijs of, de, of Londen. Ja. Delft is, is voor een kwart. Staat het uit studenten, om er iets te noemen, uh, die, die heel anders tegen problematiek aankijken. Dus dan zou je eigenlijk al moeten komen met, niet met een burgerberaad, maar met, met een wijkberaad en een studentenberaad. En dan wordt het vrij, als je dat dus permanent wil hebben, wordt dat dus vrij onoverzichtelijk, toch? Nee, ik denk Waar ga is... ik wel het probleem nou neerleggen? Hey, dit, dit, Wie gaat er over de weg. Wippelden? Zijn dat de studenten of de bewoners? Nee, ik zeg niet dat, dat we de, de gemeenteraad natuurlijk op moeten doeken. Hey, je hebt natuurlijk, ja, het het is ja. een aanvulling op, de gemeente, op, de, op, de, op, op wat we al hebben. Ja, ik denk dat het heel erg van toegevoegde waarde kan zijn. En het is inderdaad de vraag... Moet je maar hoe stel je, je dat voor? Ja, als je een permanente burgerraad hebt... Hè? Er komt een onderwerp in de gemeenteraad... Gaat dat dan eerst daarin voor advies? Of hoe stel je dat ja, voor? sowieso moeten we inderdaad komend jaar ook nog veel meer het debat hebben over hoe gaan we dat burgerberaad inrichten. Dus het is ergens ook wel mooi dat we daar het dus nu over kunnen hebben. Ja. Um, en we gaan ook komende tijd natuurlijk uit... Uh, experimenteren met wijkraden in, uh, in Delft-West en ook ja. met jongerenraden. En dat vind ik allemaal heel mooi. Maar het moet niet alleen zijn ter ondersteuning van ja, waar we. Ik, eigenlijk wil je veel meer agenderingsrecht ook weer leggen bij de burger. Dus dat je zegt: van nou, hier moeten we het dus over, ook over gaan hebben met elkaar, inderdaad. Ja, en ja. In plaats van dat je zegt: mag, wij vinden dat het daarover mag. Moet gaan. Mag dan even. Ja, vragen wou, wat zeg, wat er, want nou ben ik eigenlijk ja, nieuwsgierig naar jouw ja. ja, nou input. Ja, ja. want ik, ik vraag me dan heel erg af um, wat er nu aan schort. Dus laten we ook: soms, ik denk dat het ook goed is om richting uh, inwoners te zeggen: van we hebben al een, 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 een systeem, of we hebben al met elkaar in jarenlang hebben we overgedaan. Een systeem bedacht waardoor die agenderingsmogelijkheid er is. Bijvoorbeeld, mensen kunnen in de commissie komen inspreken en ja. dat onderwerp hoeft niet eens op de agenda van de gemeenteraad te zijn. Alleen nee. te weinige mensen weten dat. Ja. Te weinige mensen weten ons te bereiken of weten dat ze daar mogen zitten om even in te spreken. Dus, Minuten, hè? Mogen ze in spreken? Dus, ja. ja, maar daar ze kunnen we mogen het niet over discussiëren. Nee. Daar, daar kunnen we het over hebben. En wat ik Eva en, en, en dan zeg ik even vol. Vaak hoor zeggen is het, het, het werkt allemaal niet. Hier hebben we een uh, systeem uit Parijs of uit uh, Hamburg of wat. Dan. En dit is, dit is het middel om al onze democratische problemen op te lossen. Dat is niet. Oh Eén ja, ja, ding vaker... heeft vergelijking, Het werkt niet. Er, nou, mensen, steeds minder mensen gaan stemmen. Het werkt onvoldoende. Ja. ja. Het ah. werkt onvoldoende. Okay. Maar onvoldoende. Uh, maar het, het is wel een, een systeem wat door jaren van beleg, overleggen. Allerlei meningen, de hele Dels gemeenteraad is bij betrokken geweest, is tot een uitwerking gekomen. Ja. Het werkt onvoldoende. En dan ga je proberen om dat te verbeteren. Maar wat Eva zegt, het, het deugt allemaal niet. En ja, nu ja, is er een voorbeeld. Ik zou voor... het ah, ja. dat, no, dat, no, okay, dat... ja, je even. Even. Nee, nee. Uh, nee. Maar wat Eva zegt dat is... Ze. Uh, ik heb, uh, wij hebben als Volt uh, hier het middel uit de hamburger bijvoorbeeld. En daarmee lossen we een grotendeel van de problemen op. Terwijl ik denk, ja, ja, we moeten zullen... ook met elkaar bekijken... Van waarom bereiken we die burger onvoldoende. En dan is het echt de vraag... Um, uh, hoe kunnen we als gemeenteraad ook dichterbij de mensen komen te staan... waardoor zij ons eerder weten vinden en eerder input kunnen leveren. En dat doe je door werkbezoeken, door de gemeenteraad open te stellen... door stadhuis open te stellen. En zo zijn er honderden manieren om dat te doen en niet slechts één. Ja, dat nee, dat cultuus... ben ik met je eens. Dat kun je allemaal doen. Maar je zou daarnaast ook nog iets met burgerberaad kunnen ja. doen. Maar goed, ik, uh, jullie komen niet tot elkaar, uh, begrijp ik. Maar kun je wel meedenken in haar gevoel over de betrokkenheid van burgers... In de vorm van een burgerberaad? In de vorm van. Ja, absoluut. En, en dan gaat het mij. En ik zal een concreet voorbeeld geven. En we gaan nog uh, later hier achter de scherm hebben over of het een burgerberaad zijn of een van de andere honderd instrumenten die we daarvoor kunnen gebruiken. Maar ik, ik wij als D6 vinden we echt voor Delft West, 4 op de 10. Nou ja, over die betaalde baan, wat ik net noemde, is echt uh, dat 6 op de 10 dat niet heeft, is enorm uh, schrikbarend. Ja. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen hun eigen leven zo goed mogelijk mogen kunnen inrichten? En dat doe je het beste door mensen betaald werk te kunnen verschaffen, lokale ondernemerschap te kunnen uh, faciliteren. En hoe. En, en, en beste mensen, vertel ons, beste inwoners van die wijken, vertel ons heel graag wat jullie aan uh, lokaal ondernemerschap willen zien. Waardoor mensen kunnen solliciteren, waardoor mensen hun eigen wijk kunnen wonen en werken. Dat is waar wij uh, ja, ik, op gaan doelen. Dan zou ik toch nog even willen reageren. Want nu het klinkt als een hele negatieve partij. Wij zijn juist een positieve partij. En waarom wij vaak voorbeelden oh, uit andere oh. steden <laughs> halen. Is omdat we zeggen als. als omdat je we vinden als je als je denkt dat dingen beter kunnen, dan moet je ook met ideeën voor oplossingen ja. komen. Ja. Dus well, daarvoor kijken true. wij graag naar ja. andere steden. We ja. Oh ja, Zij, zijn een... in die tijd. we zeggen ook altijd, ja. dat we komen in het ja. kijken en dan vallen je uh, dingen op. Waarvan je denkt. Hé, hey, hier kunnen we mee ja. aan de slag. Nou, ik denk participatie ja. is zeker een ding. En ook in de Delft West. ik vind ja. het een heel goed idee om inderdaad ja. met, met die bestaanszekerheid van mensen ja. aan de slag te gaan. Daar wil ik zeker ook over meedenken. Ja. Maar het is nou juist in Delft Westen ja. natuurlijk juist. Inwoners al zijn afgehaakt en waar we heel veel. Ja. Da ja. Dan begin ik met een, een uh, compliment. Reprieën. Ik vind het super dat Volt, uh, vanuit uh, Volt Delft er gezocht wordt naar de best practices. Teg tegelijkertijd vind ik het super zonde als we daardoor eigenlijk uh, heel stigmatiserend gaan werken over de dynamieken in Delft en daardoor juist ons stad en inwoners tekort gaan doen doordat we zeggen uit de andere stad werkt dit goed en dit gaan we jullie opleggen. Okay. Daar zijn ja. wij tegen. Nou eindig ik ook met een compliment voor jullie allebei. Bedankt voor jullie komst en bedankt voor je inbreng in het debat. En ik wens jullie heel veel sterkte mee, want er moet nog best wel wat water uh, door de, door de schie stromen voordat het zover is. Dat heb ik wel begrepen. Dank u wel. Ja.